Ooit kregen ze een Oscar-nominatie en kwamen ze met lege handen terug uit de Verenigde Staten. En deze week liep het beter af. Ze kregen de International Emmy Kids Award in Cannes. Hij staat daar voor hun film Kop op. Job, Joris en Marieke. En Job Roggeveen is vandaag bij ons. En we gaan eerst kijken naar de trailer van die film. Dit zijn Seth, Wesley en Marjolein. Tenminste, nu nog wel. Want een mysterieuze wasmachine zet hun hele leven op zijn kop. Wat? Beloofd? Dat meen je niet. Dat is mijn hoofd. Kop op is de nieuwe film van animatietrio Job, Joris en Marieke. Met stemmen van onder andere Nazrin Jar. Is dat wel al? Stijn van Dam. Meekomen nu. Ik wil mijn hoofd terug. En Paulien Cornelissen. Oh, ik kan best de Marokkaan spelen voor een avond. Wat is er met je stem? Grapje. Ik deed Wesley na. Ja, Job, daar zaten jullie dan weer in je beste pak, hè? In zo'n zaal. Het was, kreeg je een soort déjà vu gevoel, moest je denken aan de Oscar van een paar jaar geleden? Ja, weet je wel. Ik vond het wel grappig dat wij... kijk, wij komen daar als drie Nederlanders en wij vinden het heel leuk om met de trein te gaan, bijvoorbeeld. En we hadden van die dingen dat je dan van de Airbnb naar zo'n heel chic diner toe loopt. Had bijvoorbeeld Marieke, die had hakken aan. Het was te ver lopen op hakken. Dus ze had ergens haar slippers in een plantenbak verstopt. Dat soort dingen gebeuren er ook allemaal zo rondom dit heen. Zeg maar. Ja, dat zit toch een beetje in. We hoorden er niet echt bij. Dat was een beetje in het begin. Kijk, toen wij in L.A. waren, toen was het eigenlijk onze tweede korte film die we maakten. Werd meteen genomineerd voor een Oscar. Toen kwamen we daar en toen hadden we wel een beetje het idee. Weet je, dan liepen we tussen Pixar en Disney en van die grootheden. Dan moet je toch wel even een soort zelfvertrouwen opbouwen van oké, dit is onze wereld nu ook. Weet je? Ja. En want jullie hebben daar veel contacten gemaakt. Hè? Zeker, ja. Ja. We hebben eerst 10 dagen rondgereisd door Silicon Valley. Langs alle grote animatiestudio's hebben we ons werk laten zien. Hebben genetwerkt met mensen. Dus daar hebben we nu ook nog allerlei contacten aan overgehouden. Maar nu we in Cannes waren, voelde het wel al veel zekerder. Zeg maar. Nu weten we wel van oké, dit is niet meer een toevalstreffer of zo. Het was heel leuk. We zaten niet in dezelfde categorie, maar we kwamen wel mensen tegen in Cannes, waar we al jarenlang fan van zijn, een Engelse studio. En ik ben toevallig over 2 weken daar, dus nu gaan we daar even langs. Dus dat soort contacten zijn in 1 keer heel makkelijk, waar ze vroeger leken alsof het soort van onbereikbaar was. Eigenlijk zijn jullie nu arrivé, hè? Nou, we zijn... Kijk, wij hebben jarenlang heel veel korte films en videoclips gemaakt. Bijvoorbeeld ook die van Gers Pardoel, Ik neem je mee, bijvoorbeeld. En van mijn eigen muziekproject Happy Camper hebben we veel clips gemaakt. En nu, dat is een beetje zo'n studio van... we waren met z'n drieën en af en toe groeiden we wat. Kwamen er mensen bij en die gingen weer weg. En nu zijn we wel een beetje op het punt beland van... Oké, we gaan nu de studio uitbouwen om echt series te gaan maken, lange films. Dus het is eigenlijk komt deze prijs op een heel goed moment in een soort overgangsperiode naar... Jullie worden een gevestigde naam. Job, Joris en Marieke, dat wordt... Het wordt echt het wordt meer een studio. Het wordt meer dan wij drieën. Ja, ja. Wij zijn een soort regisseurstrio en art directors. Wat is de kracht van jullie drieën dat je zo ver gekomen bent dan? Ja, ik denk... Kijk, we houden alle drie heel erg van verhalen vertellen met een hele rare insteek. Dus wat wij meestal doen is we nemen de realiteit en we brengen 1 element in wat zorgt voor dat alles soort van ter discussie staat. Weet je? Voortdurend op zoek naar de rare insteek. Ja, bijvoorbeeld bij A Single Life kwam een meisje die kwam erachter dat ze via een vinylsingeltje, als ze de naald skipte, dat ze door haar leven heen kon skippen. En je gaat meteen denken, oké, wat zou ik doen in dat geval? Of in kop op kunnen kinderen kunnen elkaar worden en dan betekent dat je in iemand anders zijn schoenen moet staan. Ja. Je kan je afvragen hoe dat zou zijn. Als je in 1 keer een auditie moet doen terwijl je nog nooit een piano hebt aangeraakt. Of je moet een voetbalwedstrijd spelen. Maar het verhaal is 1 ding, Job. De uitvoering is een ander ding. Hè? Het is zwoegen, hè? Zo'n animatiefilm maken, toch? Nou, het grappige is wel dat je dat zegt. Want veel mensen kijken altijd naar animatie als... Oh, wacht, je maakt maar zo weinig secondes op een dag en zo'n hele film. Hoeveel seconden maak je per dag? Nou, ik denk tussen de 5 en de 7 per animator of zo. Maar wij kijken niet echt naar die secondes. Weet je. Voor ons is het gewoon, we zijn een groot project aan het doen en we zien het als, oké, dit jaar is deze film. Maar ik bedoel, die poppetjes die we hier zien, die worden allemaal, die maken jullie echt, hè? Ja, dit is in de computer gemaakt. Oh, dit is wel computer. Ja, we zijn begonnen ooit wel, vooral Joris en Marieke werkte ooit aan de stop-motion serie van Nijntje. En dan heb je echt een pop voor je staan met de camera. En die moet je dan frame voor frame bewegen. En dan komt er... Alleen wij merkten op een bepaald moment gewoon dat... Kijk, wij zijn een studio van ideeën. Wij willen zoveel mogelijk ideeën van ons tot films maken en series. En met CG-animatie, dus in de computer...
Konden we zoveel meer maken en zoveel flexibeler zijn. En weet je, tegelijkertijd, Joris en Marieke die werken met de animatieteams. En het is net zo mooi als echt eigenlijk, waarschijnlijk. Vinden wij wel. Ja, ja, je ziet verschil toch niet? Er is heel veel charme met stop-motion. Dus je ziet echt stof en dat soort dingen. En dat kan je tegenwoordig in een computer ook namaken. Maar het is vooral magisch dat een pop die echt stilstaat lijkt te gaan leven, zeg maar. Hebben jullie maar verschillende rollen eigenlijk met z'n drieën? Ja, nou, Joris en Marieke die zijn dus animatoren. Dus zij animeren is het in beweging brengen van een karakter. Ja. En ik ben ontwerper en componist ook. En bijvoorbeeld Joris en Marieke doen iets meer de regietaken. En Marieke wat meer het schrijven. En met z'n drieën doen we dan weer de plannen. Maar alles loopt door elkaar heen eigenlijk. Hoor. Ja, dus we hebben wel onze eigen disciplines. Maar over door elkaar heen lopen gesproken, zij zijn ook een stel. Ja, inderdaad. Ja. Voel je niet af en toe derde wiel aan de wagen? Werkt dat? Ja, het is een soort huwelijk wat we met z'n drieën bijna. Ja, ja. Nee, ja, ik weet niet. Ik ken hun uit die tijd, dus toen woonden we in Eindhoven inderdaad. Dat was de tijd van de Design Academy. Ja, ja. En zij zijn al die tijd samen en we werken altijd al samen. Dus het voelt zo als een logische... Ja, dat blijft, hè? Dat blijft. Dat trio, er zijn heel veel mensen die gaan samenwerken en dat split weer op. Dat zit er bij jullie niet in. Nou ja, ik denk ook dat wij het gevoel hebben dat we met z'n drieën zoveel meer kunnen dan ieder apart. Ja, ja. Dat het een soort van magische combinatie is en we vullen elkaar aan. En, ik denk dat als iedereen apart zou denken van ja, dan kan ik ook wel dingen maken. Maar dan wordt het, dan krijg je niet dan wordt dat het anders. Op tafel. Ja. Ja, ja, ja. Terwijl jij ook, ja, je bent een heel creatieve man, want je zit ook in de muziek, hè? Ja. Je hebt heel veel dingen gedaan, speelt in bands, je eigen band, Happy Camper heb je gedaan. En je zorgt voor de muziek natuurlijk dan ook bij die animatiefilms van jullie. Ja, zeker. Ja. En je hebt nu weer een nieuw project en dan willen we even en dan moeten we even in een heel ander tempo gaan. Ja, dat gaat wat langzamer. Even bij onderuit zitten. Ja. Laten we even kijken. Veer is dit. Job Roggeveen. Zo, nou, daar wordt de mens rustig van, hè? Ja. Nee, ja, ik maak al jaren muziek, ook al tijdens de Design Academy tijd. En ik ben inderdaad op een bepaald moment Happy Camper begonnen, een muziekproject. En daar was het idee, ik schreef liedjes, maar ik vond dat er andere zangers beter waren om... Zeg maar, dat mijn liedjes betere zangers dan ik zelf verdiende eigenlijk. En toen dacht ik, ja, daar kan ik één iemand voor vragen, maar ik kan ook gewoon heel veel mensen vragen. Dus toen, en dat heb je gedaan. Ja. Toen heb ik per liedje iemand gevraagd. Blauwtsoen. Ja, Blauwtsoen, Janne Schra, Ricky Kolen deed mee. Heel veel mensen. We hebben mee op Lowlands gestaan en Noorderslag en dat soort dingen. En toen was ook het idee, de combinatie met de studio was dan ook dat er niet één frontman was. En toen dachten we, dan moeten wij eigenlijk een frontman verzinnen. En toen hebben we een Yeti bedacht, die altijd op de camping staat en daar clips omheen. En dat kwam in de liveshow terug. En, ja, dus het was een soort combinatie van die muziek en die studio. Ja. En ik merk nu een beetje op dit moment, je hebt een studio die we runnen en ik was dat muziekproject aan het managen ook. Ik merk nu dat ik gewoon muzikaal wil ik gewoon terug naar iets heel simpels en alleen maar rondom de melodie. En ik maak ook de filmmuziek voor onze films, dus dat komt heel mooi samen. En naast het runnen van de studio ook nog eens 20 man mee op het podium. Dat laat ik nu even rusten. Ja, dat komt wellicht jaren later. Ja, er zijn mensen die zeggen, Job moet eens keuzes maken. Het doet van alles. Misschien werkt het juist omdat ik die keuze niet maak. Ja? Dat blijft ook zo? Ik wil allebei blijven doen, ja. Ja. En van Job, Joris en Marieke gaan we nog een hoop horen. Want dat wordt enorm, volgens mij. Wat jullie plannen uitkomen. Ja. Goed, waar zijn jullie nu mee bezig? Nou, dus met de serie van Kop Op, die gaan we, als alles helemaal goed gaat, gaan we die vanaf het najaar produceren. Ja. En we schrijven aan een lange film. Dus dat zijn we nu hebben met contacten over met een producent, om dat na die serie dan die film te gaan maken. Lange film, dat is jullie ambitie? Ja. Ja.